Mooie dag. En daar is Boke, een vieze Boke. En daar is mama. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik heb vandaag vrij van het filmen. Ik moet wel heel veel ander werk doen, maar ik ben niet in Utrecht op die set. Het is ochtend en ik ga zo met Olivia voor het eerst naar de tandarts. Voor haar eerste controle en dan ga ik naar de dokter en dan heb ik afspraken en dan naar kantoor. Dus dat is mijn dag. Eén keer Olivia, want je doet het super goed. Ja, je hebt ze mooi laten tellen. Wow, je hebt echt een hele mooie tandjes, Olivia. Super mooie tandjes. En je hebt heel goed je werk gedaan. Ik heb ze allemaal kunnen tellen. Goed. Weet je hoeveel je er had, Olivia? Nu mama. Nu mama. Ja, dat klopt. Olivia? Ja. Weet je hoeveel tandjes je had? Zoveel en nog een keer zoveel. Echt? Ja, echt. Wauw. 20 tandjes. Met al die tanden ben jij een nette tijger. Ja, nette tijger. Goed gedaan, Olivia. Voor mij mag je wel bij papa gaan zitten. Ik ben gezellig aan lunch met Suzy. Ik heb Suzy al, hoe lang we elkaar niet gezien? 2,5 week of zo. 2,5 week. Nou, ik denk elke dag contact. Dat wel. Maar Suus was in Marbella. En nu weer back in town. Het nieuwe jaar gaat weer beginnen. Zin in. Ja, ik ook. Zoveel zin in. Ik heb zo'n zin in de herfst. Ik ben echt gelukkig dat de blaadjes van de bomen vallen. Dat is mijn lievelingsseizoen. Ja. Omdat ik dan over Nilaars kan dragen. Ah. Ik ben weer thuis. Het was heel gezellig met Suus. Ik zal even laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb trappen gelopen. Dus, moe. Ik zal even linkjes posten weer eens een keer. Ik heb deze top aan. Oh wacht, ik heb een spiegel hier. Ik kan het in de spiegel laten zien. Ik heb aan deze blouse. Ben ik echt heel blij mee. Zo kort. Van River Island. Ik heb hem via ASOS besteld. Ik zal even een linkje posten. En deze broek van Closed. En deze schoenen die zijn van Vagabond volgens mij. Ik heb deze Fendi tas om. En ik heb Louis Vuitton ketting. En ik draag laatst weer onze hard necklace. Weer heel veel. Zal ik ook even de link naar onder posten. En deze oorbellen. Wat vinden jullie van de oorbellen? Dus dat. En nu ga ik even snel iets afmaken op de computer. En dan eten. Good morning guys. Het is woensdagochtend. En ik ben ready. Het is 8 uur. 8:15. En ik ga weer naar Utrecht. Naar de filmset. En vandaag wordt een hele drukke dag. Want volgens mij hebben we een draaidag die 12 uur duurt. En we gaan de poster schieten vandaag voor de film. Interviews, persdingetjes, van alles. Dus Marije en Jeroen pikken mij zo op met Uber. En die hebben Starbucks gehaald. Daar ben ik echt heel blij mee. Wat ga je doen? Mijn papa komt mij ophalen. Maar wat ga je nu doen dan? Mijn papa komt mij ophalen. Die t-shirts die zijn blauw. Oh. Kapot. Trampoline. We gaan weer even een dagje knallen en vandaag is mijn laatste dag. Daarna ben ik klaar en ik heb een chillpak aan. Jij wil. Jullie zien. Kom even. En Oli gaat naar school en die is nu heel zoek op bed. Kom jij wel. Oké, tot zo. Oké, we hebben ingebroken in Noor. Noor is nu aan het filmen en wij komen net aan. Ja, kom, we gaan naar mijn spieren. Daar zit je, Noor. Staart. Ja, en ze heeft een groene jurk aan, toch? Of kijk nee. Ik verkeerd? Oh nee, wacht, dat is iemand achter haar. Noor schreeuwen. Ja, ze heeft heel leuk op. Oké, waarschijnlijk zien jullie het allemaal niet, maar Noor, het komt allemaal goed. Doei, goed verhaal. Inbrekkie. Oké, guys, ik ben op de set. We hebben net een scène gedraaid die 5 uur bijna geduurd heeft. Vond er even drinken. We zijn echt helemaal uitgehongerd. Ik had om 6 uur ontbeten. 6-7 uur. Ja, ik vind het niet zoals je bent. Nee. Het is nu 3 uur. Ik ben heel slecht in niet eten. Nee. Maar ik heb niet weer de kippetjes. Maar dat gaat me echt niet vullen. Ja, ik moet zo. Oh nee, oh nee, oh nee. Waarom laat ik alles altijd in mijn handen vallen? Ja, ik haat mezelf echt. Ik ben zo'n kluns. La 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 la. My girlfriends have arrived on the set. Nee, inderdaad, arrived. Arrived. Dit is een hotspot 12 uur. Moeten wij naar de set? Nee hoor. It's pretty looking nasty. Zullen we even een mukbang nemen?
Hell no. Kruipt het toch in? Deze wil ik wel. En we gaan nu... Ja, die waren wel lekker, maar daar word je ook misselijk van. Nee, dit is wat ik aan heb. Ja. My princess dress. Ik heb 2,5 uur lang in een joggingpak rondgelopen en ze zet de camera aan en... En ze is weer een prinses. Oké, nou jongens. Ik heb meteen goed licht. Noor, ik heb goed licht. Prima. Hoe dan? Girlfriend. I always have good light. Dans. Nou, we zitten in de auto. Oh, ik heb gewoon ook licht. Ik heb... Alleen de Gina is pikzwart. Oh nee, daar is ze. Here I am. There she is. I'm our angel child. Zullen we vlogception doen? Vlogception. Ik wil ook meedoen. Oh, we hebben ook. Kijk, ik doe dus de hele tijd moeite voor licht. Beetje. En er zit gewoon een lamp hier. Maar nu zit je echt in shiny light. Ja. Ik ben echt mooi nu. Je bent echt? Mooi. Nu wel. Pretty girl. Oh, net nog niet helemaal. Nu wel. Oké, we zitten dus nu in de taxi. Oh, jezus, en we zijn aan het vloggen. Dit is de... We hebben vandaag niet gevlogd, maar het was echt een super lange dag. Goeie vlog, zeg. Dat is Marije. Het komt erin, Marije. En daar zit Noor. En we hebben hele erge... We hebben de langste dag ooit achter de rug. En we hebben zin naar in. Ik denk dat jullie echt worden opgepakt voor kinderarbeid. Ja, maar echt. En ja, maar we hebben de hele dag. Hij lacht ook. Gepraat. 13 jaar eten. Oud. En gewoon 14 uur gewerkt. Ja, maar jullie hadden gewoon een tas mee. Ja, we dachten. Zijn een tas met snoep hadden ze meegenomen bij de supermarkt. Ja. Met alleen maar snoep. Ja, we hebben hier gewoon. Ik had. Ja, wacht, hallo. Oké, de drie vloggen werkt echt niet. Oké, maar ik stop mijn nek. Hey guys, good morning. Het is donderdag. Gisteren was echt de langste dag ever. We hebben 14 uur gefilmd ophakken en het was echt super gezellig. We hebben echt heel erg gelachen. Maar ik ben wel een beetje moe vandaag. En ja, het is dus donderdag. Ik heb even pakketten op kantoor gehaald met allemaal nieuwe kleren. Maar onder deze trui. Ik vind deze kleur zo mooi. Toen ik hem zeg maar uit het pakket haalde, dacht ik, nou whatever. Toen deed ik hem aan en toen dacht ik echt, wauw. Ja? Oh, sorry. Ik ben aan het vloggen. Ja, sorry. En ik heb een heel groot pakket van Naked. Dus eindelijk weer een keer Naked Haul. Dus daar ga ik mee beginnen. En met de code NOR15 krijg je 15% korting. En ik ga het even beneden doen in de spiegel. Dat is leuker. Dus ik geef al mijn spullen die leuk zijn aan het pakket. Ik ga even parfum op doen. Parfum is weer bijna leeg. Die leuk zijn mee naar beneden nemen. Dit is zo lekker. Oké, ik zal beginnen met deze outfit even helemaal te laten zien. Dit is dus die trui. Ik vind die kleur echt super mooi. En deze witte broek heb ik ook van Naked. En die is van de Mango. En ik zet hieronder, zoals altijd, alle directe linkjes per product. Kunnen jullie het shoppen, maar ik ben echt helemaal verliefd op deze trui. Ik vind hem zo mooi. En ik heb alvast één winterjas besteld. Dat is deze teddyjas. Mochten jullie ook zo'n teddyjas willen, die gaan altijd super snel op. Dus daar moet je wel snel mee zijn. En ze hebben hem in 3 kleuren. Ik heb hem dus in de lichtste genomen. Hierachter zit nog zo'n ding. En ja, zo ziet hij er dus uit. Oké, deze trui had ik al laten zien in die Parijs vlog. Maar dit is dus die Calvin Klein trui. En ook daar krijg je 15% korting op. Dus dat is amazing. Ik heb hem nu zo even aan. Ik denk dat ik dit misschien zo even aanhoud. En ik vind hem mega leuk. En hij is ook wel warm. En dit jasje doe ik nu voor het eerst aan, maar ik vind dit echt super leuk. Ik heb er nu niks onder aan, maar dat kan met kettingen en zo ook dus heel leuk. Deze is echt super nice. En hij loopt zo een beetje wijd uit ook bij de mouwen. Echt heel cool. En volgens mij hebben jullie deze top ook al gezien. Heb ik ook al 1 keer aan gehad, of niet misschien. Maar die is natuurlijk ook heel leuk. En dit zijn allemaal dingen gewoon van die Naked collectie. Die zijn allemaal echt helemaal niet duur. Dus maar allemaal echt rond de 20 euro. En nu hebben die dus ook die korting. Hij is trouwens paars met lila. Lijkt wel wit in de spiegel. En volgens mij is deze ook in een aantal kleuren. Is dat jullie ook al gezien? En hier hadden jullie heel veel vragen over gesteld. In de vlog in Parijs had ik deze aan. Ik heb nu even mijn broek gedaan. Hij is zo lang. Kijk, zo lang is die. Dus je kan hem ook met een legging of whatever aan. Of een riem er overheen doen. En deze is ook in meerdere kleuren. En hij jeukt niet. Want ik haat jeukende truien. En ik heb bij de Zara bijvoorbeeld altijd super last van dat truien jeuken. En die truien van Naked jeuken dus allemaal niet. Dus dat is echt top. Te kijken. En toen was Oli wakker geworden. Toen ik aan het filmen was. Ik ga zo jullie mijn jurk laten zien. Moet verder kijken. Moet ik verder kijken? Ja.
Dit is de volgende outfit. Deze jurk is zo mooi. Die was ook in allemaal kleuren. Ik vind hem echt schitterend. Ik realiseer me nu dat ik zoveel outfits heb. Hoe leuk is deze? Bijpassende. Het is ook leuk met sneakers of met laarzen. Maar het is een jasje en het rokje zit zo. Ook heel cool. En hij is dus donkergroen. Ik vind het echt heel vet. Misschien is dit wel het leukste wat ik tot nu toe heb aangehad. Wat wil jij meenemen? Die. Wat wil je daarmee doen dan? Ik wil lekker met die spelen. Wil je lekker met mijn pasje spelen? Ja. Oké, schatje. Niet kwijtmaken, hè? Ik kan niets meer. Oké. En dit is het laatste pak. Die moet je dus wel loskopen. Broek en een trui. Die heb je ook in heel veel kleuren. En die hebben jullie misschien ook al gezien, want die heb ik ook naar de set. Wat is dit nou weer? Deze week aangehad en waarschijnlijk heb ik dus geknoeid met eten. Maar dit is een mega chill pak en ik vind hem heel cool. Oké, dat was het. Alle linkjes staan hieronder. En met code NOR15 krijg je 15% korting op alles. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Super cool. We hebben gewoon een heel weekend thuis. Nou, ik kan me echt niet herinneren. Gewoon vrijdags, zaterdags, zondags. En zo gaat het dan hier aan toe. Kijk. Hallo. Favorite position. Hi Olly. Hi Olly. Is het lekker? Ja. Cool. Wat ben je aan het eten? Jam. En weet je wie die jam gemaakt heeft? Papa. Nee, opa. Ja. Echte huisgemaakte jam van opa. Lekker hè? Ja. Die is ook al bijna op, opa, als je meekijkt. Hey guys, het is vrijdag. En gisteren had ik mijn nekentang opgenomen, daarna heb ik niet meer gevlogd. Gisteren bij Izakaya gaan eten en vandaag heb ik een beetje gewerkt en niet veel bijzonders gedaan. Ik heb Olly wat eerder op de crash gehaald, omdat ik al klaar was. Mama, mag ik ook vloggen? Wil je ook? Wat zeg je? Mag ik ook vloggen? Wil je ook vloggen? Dat vindt iedereen denk ik wel heel leuk. Iedereen? Pak maar even. Ga maar even praten. Hier is mama. Ja? Ga je mij laten zien? Word party. Ja, word party aan het kijken. Goedemorgen. Dag. Morgen. Kijk. Een mooie dag. En daar is Boek, een vieze Boek. En daar is mama gelopen. En daar is mens. En ik ga ook de vlog afsluiten. Oh, voor deze week. Het is wordt vrijdag. Dus, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie woensdag weer.